Welkom allemaal bij het webinar over obesitas, een diagnose en behandeling in beweging. Leuk dat jullie vandaag aanwezig zijn bij dit webinar en we bedanken jullie alvast voor jullie tijd die jullie hebben vrijgemaakt om bij ons aanwezig te zijn. We hebben vandaag twee sprekers aan tafel met veel ervaring omtrent het onderwerp van vandaag. Dat zijn Deborah Mol, diëtiste en lifestyle coach in het obesitascentrum van het Franciscus Gasthuis in Vlietland. En Willy Til, van origine fysiotherapeut, physician's assistant en bezig met het promoveren aan het Erasmus MC over dit onderwerp. En dus ook collega van Deborah hier in het Franciscus. Wij zijn van Physio Global zijn heel erg blij dat we vandaag een webinar kunnen hosten over dit belangrijke onderwerp en een toenemend probleem in onze samenleving. En we hopen dan ook dat we met deze webinar collega's kunnen helpen om handvatten te krijgen om mensen die we in de praktijk zien hier beter bij te kunnen ondersteunen. Daarnaast wil ik op voorhand, voordat we met de presentatie beginnen, even uitleggen hoe we het vandaag hebben ingedeeld. We zullen beginnen zometeen met het eerste deel en dat is een presentatie door Willy over het ontstaan van obesitas eigenlijk. Daarna zal de ruimte zijn voor een paar korte vragen vanuit de kijkers thuis. Dat zal gevolgd worden door een korte pauze, zodat we even wat koffie kunnen inschenken. Het tweede deel van de presentatie gaat vervolgens verder met ook Deborah erbij. En daarna krijgen we weer even de ruimte om wat vragen te stellen vanaf huis. Dus stel ze vooral. En na weer een korte pauze gaan we dan door naar het laatste gedeelte, waar we wat vragen kunnen voorleggen die wij interessant achten en hopelijk jullie ook. En het is misschien wel belangrijk om te noemen dat die vragen eigenlijk al direct gesteld kunnen worden. Een aantal vragen zullen hopelijk al terugkomen in de presentatie. Gebeurt dat niet, dan zullen we ze aan het einde voor kunnen leggen. Dus stel gerust op voorhand al de vragen of als er tijdens de presentatie iets in je naar boven komt, voel je vrij om ze in de chat te zetten. In aanloop van vandaag hebben we eigenlijk al een keer gesproken met onze tafelgasten. We hebben twee weken geleden een podcast opgenomen en online gezet. Mochten die nog niet teruggeluisterd hebben, dan zou ik dat wel aanraden. Want daar is nog veel informatie in te verkrijgen. Maar we hebben nog genoeg onderwerpen overgelaten voor onze webinar van vandaag. Dus vandaag gaan we eigenlijk de diepte in. En ik wil Willy eigenlijk de kans geven om te starten met zijn eerste deel. Ja. Dankjewel Adrien voor de presentatie en nogmaals bedankt voor de uitnodiging. Altijd een plezier voor mij om over mijn passie te bespreken, obesitas en wat er omtrent obesitas is. Vandaag inderdaad gaan we kijken, dus de titel van de presentatie is leefstijl en obesitas, want we gaan natuurlijk met Deborah wat bespreken over de invloed van leefstijl en het belang van leefstijl. Dus meestal doen we deze presentatie in plenaire situatie met mensen en ik doe altijd een soort spelletje en ik zeg iedereen moet staan en dan je mag gaan zitten en ik zeg altijd je mag gaan zitten als je niemand kent met overgewicht of met gewichtsproblematiek. Nou, we zijn denk ik allemaal één keer op een weegschaal geweest en volgens mij binnen de 5 minuten als je geboren bent, de eerste ding die we doen is ook wegen. Dus dat is vanaf het begin van ons leven al een aandachtspunt. Dan, ik zei ja, dus je mag gaan zitten als je nooit inderdaad op een weegschaal bent geweest. En als je obesitas ziet als geen risicofactor voor je specialisme. Dus vandaag, we hebben natuurlijk heel veel fysio's aanwezig. Maar het gaat ook voor diëtist, verloskundigen, verpleegkundigen, specialisten, dokters, huisartsen, noem maar op. Overal is obesitas een risicofactor voor je gezondheid. Dus hoe zit het met morbide obesitas? Nou, we moeten wel eerst noemen, vind ik altijd belangrijk, dat obesitas is een ziekte. Want vaak wordt gezegd dat het is een consequentie van een probleem. Maar Disney, obesitas is een ziekte, is het herkennen door de WHO sinds 1997. Dus als ziekte moeten mensen gewoon geholpen worden, vind ik. En dat is nu, we gaan het later ook bespreken, wat gebeurt in onze maatschappij. Dat, helaas wordt dit niet zo gezien, dus dat is het probleem. En we hebben nu sinds kort voor de eerste keer een geschiedenis aan mensen die meer last hebben van overgewicht dan met hongersnood. Maar het is niet altijd zo geweest. Hè? Want als we kijken in de loop van de tijd, we moeten begrijpen dat vroeger, we hebben een evolutionair voorbeeld.
dat ons energiesysteem zuinig moet zijn. En meer vet opslagen was gewoon een voordeel om door te gaan in de oertijd. Hè? Dus mensen moesten vroeger ontjagen en dan soms een periode niet eten. Dus vet kunnen opslaan en van weinig eten veel energie eruit halen, dat is op zich goed. En we zien ook wel, en je ziet op het beeld van de presentatie, de Venus van Willendorf. Dat is zo'n 25.000 jaar geleden. Dat was vroeger ook een teken van vruchtbaarheid. En dat was voor wat gezien als een pluspunt. Dus dat is wel anders dan het er nu is. En zo'n 10.000 jaar geleden, nou, dat is iets gebeurd. Mensen gingen rond settelen, dorpen, steden maken, gewoon landbouwen gewoon onderhouden. En dan waren de voedselvoorraden gewoon goed aanwezig. En mensen hadden ja, vast een aantal jaren misschien geen goede voedsel of oogst, omdat het weer slecht was. Maar dat heeft wel een invloed gehad op onze ontwikkeling, want ineens konden we wel een beetje groeien. De 17e eeuw heeft Robert Fozel, dus de Nobel Prize in 1993, heeft genoemd dat een tweede landbouwrevolutie kwam. Nou, ineens hadden we gewoon heel veel landbouwtechniek die ontwikkeld werden. Meer voedsel. Mensen die klein en mager waren, werden groot en sterk. En dan op zich ging het prima. Tot op het moment dat ons genenpakket beperkt wordt en dan de lengtegroei niet verder kan. En dan komen we in een situatie waar de evolutie rond tegen ons gaat keren. En dan het voordeel die het was om veel voedsel te krijgen, kwam nu het nadeel dat we juist gingen rond vet opstaan en dat obesitas gingen ontwikkelen. Dus we zien nu in de afgelopen jaren, sinds 30 jaar nu, dat het aantal mensen met overgewicht dan sterft en mensen met obesitas ook. En voor de eerste keer sinds 2019 hebben we in Nederland meer mensen met overgewicht dan mensen met een gezond gewicht. Dus technisch gezien, als we statistisch praten, normaal zijn, statistisch gezien, is gewoon overgewicht hebben. Dus dat is wel een punt van aandacht, want dat heeft wel consequenties, ook voor de jonge generaties. In de zoveel jaren wordt de groeicurs van de kinderen van het consultatiebureau gewoon gecorrigeerd. En voor de eerste keer hebben we gezegd, nou, we gaan die curve niet veranderen, want anders accepteren we dat vet opslaan of gewoon zwaarder worden weer normaal wordt. Dus belangrijk is om te bepalen, ja, wat is precies een normaal gewicht, gezond zijn, te zwaar of niet. Nou, er zijn een aantal termen die jullie al gehoord hebben, zoals ondergewicht, overgewicht, obesitas of morbide obesitas. Dus we zeggen dat als we gezond zijn, in principe zitten we met een BMI tussen de 18,5 en 25. Boven 25 vallen we in de categorie overgewicht. En boven de 30, dan hebben we ernstig overgewicht, dus obesitas. En boven de 35, dan is het echt morbide obesitas. Dus de BMI, weten jullie dat het uitgerekend wordt op basis van je lengte en je gewicht. En dat treft een beetje een indicatie hoe het gaat met onze patiënten. Het probleem van de BMI, het neemt totaal niet, gaat niet rekening houden van de vetpercentage en hoe mensen echt getraind, gespierd zijn. Dus onderzoeken hebben laten zien dat als we zo'n klassificatie gebruiken, dat we toch voor 20% van de patiënten een misclassificatie. Dus hier, we zien op het beeld dus de verdeling van de patiënten, hoe ze precies zitten. Dus we zeggen dat BMI 25 in de y-axis, het is een normaal gezond BMI. En een vetpercentage van 25% of de x-axis, dan is het gewoon de grens waar we zeggen dat mensen te zwaar zijn. Dus dan hebben we een situatie waar mensen gezond zijn met een BMI onder de 25 en een vetpercentage onder de 25%. De cliché van obese patiënten nou, met een BMI boven de 25 en een vetpercentage boven de 25%. Maar we hebben ook mensen die toch getraind zijn. En dan hebben ze een BMI boven de 25, maar niet per se wel vet. En technisch gezien, onze BMI zijn ze gezien als obese patiënt. En andersom heb ik ook een aantal patiënten die een BMI die normaal is, maar die niks doen in het leven en die geen spiermassa hebben. En dan, dat is wat we noemen straattaal, zeg ik altijd, de skinny fat. Dus een normaal BMI, maar toch qua vetverhouding die niet oké is. Het is altijd belangrijk om dit ook mee te nemen. Dat zeggen dat daar te zwaar zijn, het is niet alleen maar gewoon te veel kilo's op de weegschaal hebben, het is ook de verhouding die we ook hebben. Ja, de gevolgen van overgewicht, het is heel divers. Alle organen, wat ik net zei in het begin, alle specialisten zijn betrokken. Dus we zien van de longen, huid, maagdarm, lever, gynaecologie, obstetrie, zenuwstelsel, cardiovasculair, andrologie, musculoskeletaal. Het is een hele lange lijst van ziektes en dat is niet alleen maar dit, het is nog langer dan dat.
Maar heel veel ziektes daar zijn veroorzaakt of wat erger met obesitas. Dus ja, het is niet van niets dat we zeggen dat wij dat we een gezond gewicht moeten houden, want hij heeft in de praktijk echt consequenties. En obesitas, de vraag is, ja, want het is een beetje de vraag van vandaag, ja, hoe komt dat? En makkelijk gezegd, we zeggen, nou ja, je eet te veel, je beweegt te weinig. En dat is inderdaad wat we zien. Mensen, met je cliché, ja, iemand die zo op zijn bank blijft zitten, hij heeft ook een dikke hond, inderdaad. Hij eet een lekkere pizza, en hij doet niet zoveel. En dan, het is een beetje van, ja, dat is wat je doet, dus normaal dat je te zwaar bent. Maar als we dit accepteren, dan wat doen we met dit verhaal? En dit verhaal, het is een meisje van 4 jaar, die staat links op schoot bij haar moeder, hij heet Megan. Hebben we gezien het Centrum Gezond Gewicht in het Erasmus MC. En ze komen het AD op het nieuws om juist uit te leggen dat het niet altijd gerelateerd aan de leefstijl. Als we hier kijken, we hebben op zich ja, een leuke familie. Vader, moeder en 2 kinderen. De 2 meisjes, dus Megan is 4, het zusje is 2 jaar. En wat opvallend is hier, is dat het meisje, dus Megan, die 4 jaar oud is, het is ja, heel zwaar. En dat is wel, we zien het gelijk. Maar wat mij opvallend is hier, ze is vooral heel zwaar vergelijken met de rest van de familie. Want als we kijken naar moeder, dochter en vader, nou, we kunnen wel misschien zeggen dat vader misschien licht overgewicht heeft, daar zou moeten gevolgen moeten worden. Maar Megan is wel anders dan de rest van de familie. En dan hebben we onderzoek bij haar gedaan en blijkt dat Megan een defect heeft in haar DNA. Aantal genen, dus waar situatie was een leptine-deficiëntie. Dus leptine is een hormoon die geproduceerd wordt door vetcellen. En in haar situatie, ze kon het niet maken. En leptine heeft ervoor oorzaak, of als gevolg, dat we verzadigingsgevoel krijgen. En dat wij weten dat we te zwaar zijn. Dus ga ik aankomen, ga ik met leptine maken. Onbewust krijg ik het signaal van, hou op, je wordt te zwaar, je moet nu anders gaan doen. Maar als ik dit signaal niet krijg, dan krijg ik altijd honger. En dat is wat gebeurt met Megan. Ze had altijd honger. En we kunnen zeggen aan de moeder, ja, je moet je best doen als moeder. Ja, als een meisje van 4 die blijft de hele dag eilen omdat zij ze trek heeft, dan is het lastig. Dus ja, DNA is zeker een component van deze situatie. Vaak heb ik patiënten die bij mij komen en zeggen, nou, het is genetisch bij mij, het zit in de familie. Nou, ik moet zeggen dat bij kinderen onderzoek laten zien dat DNA-afwijkingen wordt gezien in 1 op de 5 kinderen. Dus bijna 20% van de kinderen die in het centrum gezond gewicht lopen. En bij volwassenen, maar dat hebben we te weinig mensen gescreend, vind ik, want we komen op 4-5%. Maar we hebben steeds meer kennis daarover. En we zien dat steeds meer dat mensen gewoon gediagnosticeerd worden met toch een afwijking of een genpakket die toch niet helemaal klopt. Als we toch bezig zijn met DNA, dan we gaan toch door met de hormonen. En hormonen hebben invloed op ons verzadigingsgevoel en op ons hongergevoel. Als ik honger krijg, het is omdat ik een signaal krijg van mijn maag en mijn darm. En als ik vol zit, natuurlijk krijg ik het signaal dat men, als ik gegeten heb, dat mijn maag uitgezet wordt. Maar ik krijg ook een signaal van mijn dame die zegt, nou ja, stop maar, we hebben nu genoeg. Nou, als het signaal gewoon niet sterk genoeg is, of het receptor van het signaal niet helemaal oké is, dan hebben we toch een probleem in het hele regulatiesysteem. En we zien vaak, ook bij mensen die te zwaar zijn, dus dat is altijd een beetje een kip-en-ei verhaal natuurlijk, hè. Mensen die te zwaar zijn hebben vaak gewoon een receptor die niet altijd in orde is. Of hebben ze een productie van hormoon die te laag zit. En daar, we kunnen zeggen, stop dan met eten, je hebt genoeg gehad. Ja, maar als je voelt dat je moet eten nog, dan het is een verloren wedstrijd. Want je krijgt het wel. Ik zou altijd aan mensen die dat niet begrijpen, stel dat je dorst hebt en ik leg een glasje water of cola of iets voor je neus. Zeg, je mag 2 uren lang alleen maar kijken en niet drinken. Op een gegeven moment, nou, we zijn toch mensen, dan gaan we toch drinken. En dat is hetzelfde voor mensen die honger hebben. Dus honger, hormonen hebben daar een hele belangrijke rol in onze regulatie van eten. Met eten, ja, als ik te zwaar ben, wat ga ik doen? Ik ga juist mijn best doen om anders te eten. Dus ik ga een dieet volgen. Ja, de kerstdieet, bekend dieet, als je heel weinig calorieën gaat eten. Nou, we hebben ook de koolhydratenarme dieet, we hebben een ketogene dieet. Er zijn talloze boeken daarover. Wat ik tegen mijn patiënten zeg, een dieet in het Nederlands is een verkeerde vertaling van het Engelse woord diet. Een diet in het Engels is een eetpatroon.
Een eetpatroon betekent dat je een bepaalde gewoontes hebt om te eten met bepaalde ritme, bepaalde producten. En daar moet je aan houden. Want het maakt niet welke dieet je gaat doen. Ik zei, je gaat het 2 weken, 3 weken, 1 maand, 3 maanden doen. Ik heb altijd dezelfde vraag aan de patiënten. Heb je dieet gedaan en dan? Wat ga je dan doen? Als je niks verandert, structureel verandert, dan heb je niks bereikt behalve een stressmoment veroorzaakt voor je lichaam. Nou, er zijn ook heel veel onderzoeken daarover geweest. En ik weet niet of jullie bekend zijn met de Biggest Loser. Het was een programma in Amerika, zo'n 15 jaar geleden. Er waren 2 teams met mensen met obesitas. En het doel is een reality show. Het doel is gewoon elke week te wegen. En het team die het meest kilo kwijt is geraakt, dan heeft gewonnen. En uiteindelijk heb je dus de Biggest Loser. Hij is de winnaar van het programma. Nou, hartstikke mooi. En we zien na een aantal weken dat inderdaad de mensen gewoon goed afvallen. Het probleem is, als we een hele lage calorische dieet hebben, dan dat het lichaam gaat zich zo aanpassen aan de situatie. En we kunnen deze aanpassingen gewoon 1 jaar later nog steeds meten. Dus we zien 1 jaar later dat de rustmetabolisme, de energie die ik nodig heb om gewoon te blijven zitten, toch lager is 1 jaar later. Dus we kunnen zeggen, nou, je moet minder gaan eten, maar als je enorme verandering doet, en dan gaan we straks met Deborah bespreken daarover, dan aan het eind doe je maar slechte dingen. Want dat is wat ze noemen de yo-yo effect. Hè? Je gaat gewoon 5 kilo eraf, 6 kilo aankomen. En dan ga je weer diëten, want ja, dat heeft wel 1 keer gewerkt. Dus een 2e keer, waarom niet? Ga je weer 5 kilo eraf en dan ga je 8 kilo aankomen. En 1 of 2 of 3 kilo per jaar op zich is niet zo erg. Maar als we 20 jaar verder zijn, dan zijn we 60 kilo verder. En dan komen we in een situatie waar mensen komen op hun 40, 50ste met morbide obesitas. Dus echt ernstig overgewicht dan, met hun BMI boven de 35, 40 of hoger zelf. En dat is zeker een probleem. Dus voedingsadvies, ik noem het even kort hier, van een schijf van 5 aan. Dat is bekend van veel mensen. Op zich is het om gezond verstand te gebruiken. Je moet balans in structuur houden in je eten. Gezonde product kiezen. Af en toe het leven vieren mag wel. Dus zit je op de markt met een familie daar en wil je patat eten met mayo, ik zeg altijd, ja, doe maar, geniet ervan. Maar het is 1 keer per maand. En je gaat niet elke dag of elke zaterdag op de markt patat halen. En daar probeer je de balans te houden. Ik noem hier de Mediterraneanse dieet, want het is tot nu toe wat wetenschappelijk gezien het meest bewezen dieet is qua gezondheidsuitkomsten. Dat mensen met een goede basis van graanproducten, fruit en groenten goed doen. Dan even wat vis toevoegen, melkproducten en dan vlees aan het eind. Dan moet je gewoon minder mogelijk gebruiken. Maar het is gewoon een manier hoe iedereen zou om moeten gaan met eten. Eten, het zit in ons buik natuurlijk, het zit ook in ons hoofd. Dus de psyche, wat doet de psyche met ons gedrag? Ik heb hier een goede oefening voor iedereen. Dus, sommige mensen zijn zoete kauwen en anderen houden meer van hartere producten. Dus kies maar uit wat je lekker vindt hier, de pancake of de pizza. En dan doet je even je ogen dicht en je gaat even focussen aan wat je ziet. Of wat je nu ziet op het scherm. En als we kijken naar die pancake, ze zijn lekker warm, ze komen net uit de pan. Beetje honing erop gedaan, beetje suiker. En je hebt ook wat fruit erop gedaan, want fruit is gezond. Hè? En dan je ruikt het, hè? Je hebt een bepaalde geur, het is lekker zoet. En dan een stukje, ik neem een stukje, ik ga het even afsnijden. Je voelt dat het zacht is. En dan je doet het in je mond. En dat is, je voelt de warmte, je voelt de suiker op je tong. En die honing, het glijdt op je tong en dan slik je door en heerlijk. Nou, alleen om dit te doen, heb ik nu in jullie lichaam gewoon hormonen gestimuleerd om te verteren. Dus met andere woorden, als je bezig bent met eten denken, of eten voelen, of eten zien, of eten ruiken, dan ga je lichaam al reageren. Dus stimulatie, de visuele stimulatie, of gewoon denken aan eten, zorg dat je gewoon je hongerhormoon, wat we net gezien hebben, gaat stimuleren om te zeggen, nou, je moet wat hebben, hè? Want als ik nu denk dat ik ga eten, ga ik niet eten, gaat het lichaam zeggen, nee, je moet wel hebben. Want ik ben nu begonnen met insuline maken, probeer alles in orde te krijgen. En daar straks, als we constant geconfronteerd worden met zulke beelden, straks bij de pauze, ze zegt, ik ga koffie halen, je kan een koffie gaan halen en klaar, maar je kan ook even het koekje erbij nemen. En een koekje erbij, dat op shirt is niet erg, maar wel, het is gezellig als je met vrienden bent. Maar als je alleen bent, dan moet je het koekje wel nemen of niet.
En we hebben ook daar genoeg onderzoek daarover gedaan, dat de visuele stimulatie dus invloedt op ons gedrag met eten. En als je nu kijkt op tv, op straat, in de krant, heb je steeds meer grond reclame daarover. Vorige week bijvoorbeeld breng ik mijn kinderen naar school. Het is half 9 's ochtends en op de hoek van school zitten 3 jonge studenten. Met de reclame voor een aanbieding voor 2 pizza's voor 4 euro, zo een van de bekende keten in Nederland. Dus ik dacht, ja, als ik 's ochtends begin met een reclame over pizza, dan straks voor de lunch ga ik toch even de pizza halen. En 1 keer dat mag wel, en 1 keer gezien, dat is ook niet erg. Maar op lange termijn, we zien wel dat mensen die waken beelden krijgen van voedsel, dan gaat toch meer eten en anders eten. Dus op zich, het is ja, zeker een dingetje. Eetcultuur, ik noem het even kort, want nou, jullie horen het wel, ik heb een accent, ik kom uit Frankrijk. Mijn eetcultuur is toch anders dan de Nederlandse cultuur. Op zich valt het nog mee, we zijn Europese landen en we hebben een beetje dezelfde manier om te eten, te koken en eten te zien. We hebben een cultuur van bijvoorbeeld Marokkaanse patiënten, Turkse patiënten, van Zuid-Amerika, uit Amerika. Nou, iedereen heeft een eigen manier om het te doen. En als ik zeg aan een patiënt, ik had een keer een dame, een Marokkaanse dame, en ze heeft gehoord dat ze minder brood moest eten. Ja, oké, waarom minder brood eten, dat weet ik niet precies, maar ze moest minder brood eten. Maar in Marokko, brood is je lepel en je vork. Dus hoe ga je minder brood eten als je dat niet meeneemt? Dan de eetcultuur, het is natuurlijk met landen, maar het is ook met je gezin. En als je in een gezin zit waar mama moet koken en je moet eten omdat mama inspanning heeft afgeleverd om te eten en je moet het lekker vinden. Als je zegt, nou mam, ik wil minder gaan eten en krijg je binnen je gezin conflict, ja, dan moet je ook leren omgaan met deze situatie. Dus het is niet alleen maar gewoon zeggen, nou, je moet dit en dat doen, je moet het hele patiënten meenemen in het verhaal. De microbioom, nou, met andere woorden, de beesten die ons lichaam leven, dus onze darmen, daar zijn talloze onderzoek van, ja, wat doet ons microbioom, hoe is het samengesteld? Nou, iedereen heeft een andere microbioom, het is net als een fingerprint, hè. Het is gewoon, iedereen heeft zijn eigen identiteit met microbioom. Maar we zien wel bepaalde karakteristiek tussen mensen met overgewicht of mensen met een normaal gezond gewicht. Zijn er studies gepubliceerd over, ja, hoe zit het met de 2 patiëntencategorie? En één onderzoek die leuk was, het ging over vessels-transportatie. Dus het is simpel, we gaan poep van een patiënt met een BMI boven de 40 nemen. En we gaan poep van een BMI, van iemand een BMI 25 en we gaan het switchen. Dus het wordt gewoon een transportatie letterlijk gedaan, dat de ontlasting wordt in een dikke darm verplaatst van een slank iemand ten opzichte van een obese patiënt. En dan kijken wat er gebeurt. En wat we gezien hebben, er werd gezien dat mensen die slank waren, kwamen ze aan. En andersom, mensen met een overgewicht of obesitas, gingen ze afvallen. Dus er zijn wat commerciële pillen gewoon op de markt gebracht. Met gewoon echt vessels, ontlasting in pillen die mensen moesten slikken. Om daar proberen de darm te beïnvloeden. Wat ook gedaan met probiotica. Proberen gewoon daar ook een andere samenstelling te krijgen. Maar op lange termijn dat is het niet voldoende en effectief genoeg. Dus, het is wel een teken dat er een enorme invloed heeft op op ons gewicht. Meer dan dat, ik ben nu bezig met mijn onderzoek voor mijn promotie en we kijken naar de leververvetting. Nou, dat heeft een complexe fysiopathologie die we hier niet gaan bespreken. Maar we kijken ook, we nemen ook mee naar de samenstelling van de microbiom van patiënten. Want dus de microbiom veroorzaakt ook een onderliggende ontstekingsreactie, omdat de inflammatie constant aanwezig is. En als je inflammatie en ontsteking hebt in je darmen, ben je meer vatbaar voor infecties en andere problemen. En dat wordt ook wel andere pathofysiologische processen die bij obesitas zeker aanwezig zijn. Dus dat is een belangrijk aspect, ook voor de toekomst, om te kijken misschien wel therapie en voor veranderingen en misschien proberen mensen toch gezond te krijgen. We hebben wel invloed op de microbiom met ons eten. Als we keuzes maken in onze producten, dan kunnen we invloed hebben van de microbiom. Ga je veel vlees eten of veel groente eten, dan heb je toch een andere samenstelling. Slaap,
ja, iedereen moet slapen. Alleen het is niet altijd zo makkelijk. Hè? Want we hebben kinderen, we hebben een werk, we hebben buren die feesten, we hebben andere ritmen. En daar is het slapen, heeft ook invloed op ons gedrag. We merken zelf, ja, als we niet zo goed geslapen hebben, we zijn sowieso gewoon misschien ja, iets meer chagrijnig, dat kan wel. Maar het heeft ook invloed op ons eetschema. En dan zijn studies ook geweest om te kijken, ja, wat doet dat precies met gewichtstoename? En dat heeft mee te maken dat we als we tekort komen aan slapen, dat ons lichaam maar gaat toch reageren. Dus ons frontaal cortex, dat is het deel van de hersenen, die gaat gewoon onze gedrag gewoon een beetje reguleren, ook sociale contact gaat aanpassen. Nou, dit wordt een beetje verdoofd, zeg maar. Dus we gaan niet meer redeneren, laat maar zeggen. Dan hebben we ons beloningssysteem, hij wordt een beetje getriggerd, hij moet gestimuleerd worden. Dus dan, we kunnen niet meer zo goed keuzes maken, want we gaan niet logisch nadenken en we gaan meer met emotie en met wat ik voel gewoon acteren. Dus ik heb honger, ik ga eten. En niet van, oh ja, maar wacht, ik heb 2 uur geleden al een boterham op, moet ik nu gaan eten en niet 1 uur wachten. Dat is moeilijker te doen als we niet geslapen hebben. Onze hormonen die we nu net gezien hebben met de regulatie van verzadiging en ook van hongergevoel. Nou, ik heb net de leptine genoemd. Nou, die wordt gewoon een beetje onderdrukt. Dus ik krijg niet meer het gevoel dat ik gewoon vol zit. Andere kant, de ghrelin, is ook een darmhormoon, wordt geproduceerd door de maag, precies te zijn, gaat omhoog. En dan krijg ik honger. Dus ik heb aan de ene kant een hormoon die zegt, nou ja, je bent niet meer vol. De andere zegt, je moet gaan eten. Dan kan ik niet normaal nadenken. En ik moet gewoon gestimuleerd worden om plezier te hebben. Dus wat ga ik doen daar dat ik een beetje niet goed geslapen heb, door x reden? Nou, ik ga liever op de bank zitten. Niet zoveel doen en lekker eten en drinken. En als je dit regelmatig doet, want normaal, 1 keer kan wel. 1 keer een verjaardag, een feestje, noem maar op, doen en laat naar bed gaan, dat is geen probleem. Maar als ik structureel nachtdiensten heb, als ik structureel wakker word door mijn kinderen, als ik structureel dit gedrag heb, op lange termijn ga ik toch altijd minder doen en meer eten. En dan leidt ook tot gewichtstoename. Dus slaap is heel belangrijk en het gaat meestal ook samen met stress. Een van de factoren die ik vandaag wil noemen. En de vraag is, ja, wat is stress? Nou, we hebben chronisch stress. En ik zeg altijd, ja, we zien dat deze man ja, heel veel stress heeft. Hij is getrouwd. We zien net, hij heeft een ring op zijn vinger. Het gaat over ziekte. Ziekte is ook een stressperiode. We hebben over pijn. Ja, chronisch pijn. Patiënten die altijd rugklachten hebben of knieklachten hebben, dat is ook een stress voor het lichaam. En wat ik net noemde, nachtdiensten, dat je niet in staat bent om je biologische klok te volgen, dan is het ook stress. Maar wat doet stress precies met gewichtstoename? Nou, jullie hebben het ooit gehoord over stresshormonen. Nou, stresshormoon, ja, ook niet om te noemen, stress is dish out, spelled backwards. Dus dat is ja, de conclusie van de stress op zich. Maar de stresshormoon is cortisol. Cortisol is een hormoon die geproduceerd wordt door de bijnieren. Het wordt gereguleerd door ons hypothalamus en hypofyse. Nou, lange fysiologie. Maar wat doet cortisol als het gaat stijgen? Nou, het heeft invloed op ons hersenen. En dan hebben we weer die eetlust die omhoog gaat. En we hebben dan voorkeur voor calorierijke voedsel. Dus heb ik meer cortisol, wil ik meer eten. En wil ik wel lekkere, vettere of zoete dingen eten. Dus daar heeft invloed sowieso op mijn gedrag. Maar het heeft niet alleen invloed op mijn gedrag, het heeft ook invloed op mijn centrale vet, dus wat vet is om mijn romp. We hebben gewoon veel meer vetcellen die geproduceerd worden en die groter worden rond zijn lichaam. En die extremiteit, dus die armen en benen, wordt juist dunner. Dus we krijgen mensen met hoog cortisol een beeld met gewoon echt abdominaal vet. Echt die appelvorm, als we praten over appel en peren. Dus echt een appelvorm. En de abdominaal vet is ook bewezen dat er gewoon veel meer consequenties op cardiovasculaire ziektes. En over complicaties in de loop van de tijd. Dus als we kijken naar de cortisol, dat is een onderzoek die gedaan werd in het Erasmus met dokter Van Rossum en anderen. En ze hebben gewoon de haarcortisol gemeten. Het is een manier om cortisol te meten. We kunnen het doen ook met speeksel, met urine. Dat is ook nog te doen of met andere testen. Maar ze hebben de haarcortisol. Het is een fijne manier om te kijken in de loop van de tijd hoe het zit. En gekeken hoe het zit met obese patiënten ten opzichte van mensen met een normaal gezond gewicht. En we zien dat mensen met een gezond gewicht, dus onder de 25, bij mij onder de 25, of met overgewicht, dus onder de 30, hebben een laag cortisol. En de obesitas, dus patiënten met obesitas, zitten wel duidelijk hoger.
en hoger, niet in mannen en mensen met een gezond gewicht, maar ook met overgewicht. Dus daar is ook de vraag van, nou, zijn de mensen te zwaar omdat ze te hoog cortisol hebben? Of hebben ze te hoog cortisol, dus zijn ze te zwaar? Dus het is altijd een beetje de discussie daarover. Er zijn momenteel onderzoek die lopen onder andere met collega's van het Erasmus en het Maastad ziekenhuis in Rotterdam. En dan gaan ze juist kijken, ook met de afbraak van cortisol, de rol van de lever erin en dan het effect op het lichaam. Dus het is zeker in de toekomst ook daar een therapeutische weg om misschien mensen te kunnen helpen. Het ging net over cortisol en te vetter zijn rondom je romp heeft effect op cardiovasculaire ziektes. Dan zien we dat ook wel in studies ook gedaan door een andere professor van de Rossum en het Erasmus. Dat hoge cortisol is geassocieerd met een hoog risico met hart- en vaatziektes. Dus dat is niet zomaar een stresshormoon die geproduceerd wordt. Ik heb hier medicijnen, want cortisol, het zit ook in de medicijnen. Ik heb jaren gewerkt op de longrevalidatie hier in het Franciscus Gasthuis met mijn collega's. En we hadden vaak patiënten met COPD of astma. Ja, we hadden COPD die een kuurtje krijgen van prednison. En dat zien we vaak. Het gaat niet zo goed, een beetje exacerbatie. Even 30 milligram prednison geven, een paar weken en dan langzaam afbouwen. Dus waarom niet? Maar dat blijft corticosteroïden. En dat is inderdaad, als we kijken naar de corticosteroïden, dan zit in heel veel vormen. Dus we hebben op de long die puffjes. Dit gaat om puffjes in neusspray. We hebben het ook dus de tabletten, dus de prednison wat ik net noemde. Maar we hebben ook op de dermatologie mensen met eczeem of psoriasis die jarenlang zalfjes moeten smeren met corticosteroïden. Of op de orthopedie, traumatologie, rheumatologie waar injecties geplaatst worden. Ik heb heel vaak, vroeger toen ik werkte als fysio, patiënten die een injectie krijgen van een orthopedie in de knie of de schouder. Want het doet pijn, dus even wat spijten. En dan, inderdaad, de pijn gaat weg, klopt, dat is fijn. Maar is het verstandig voor het gewicht? Want als we kijken naar hoeveel mensen dat gebruiken, dat heeft wel consequenties. En we hebben vaak, hoe regelmatig, een patiënt die komt met zo'n verhaal. De laatste die ik had, het was een vrouw die had vaginale klachten, moest door de dermatoloog een zalf smeren. Hij zit op een mucosa, dus het slijmvlies. Dus die absorptie is maximaal. En dan doet ze daar zonder na te denken, want het moet wel, de dokter heeft gezegd dat. Dus ik zet ernaar prima, als het moet, het moet. Maar ga maar het bespreken met de dermatoloog of het moet. Dezelfde voor fysio's, je hebt last van je schouder. Volgende week moet je een injectie krijgen. Moet dat? Er is geen andere methode om de pijn te verlichten. En dat altijd dat bespreken. Het is ook ons boodschap vanuit ons kan het Obesa Centrum en de interne geneeskunde. Om de specialist, de collega's, behandelaars, zorgverleners, om daar aandacht te geven van moet je gewoon per se gewoon deze medicijnen gebruiken. Want de corticosteroïden zijn bekende boosdoener. Ik heb even toegevoegd, de toename van BMI met het gebruik van puffjes en neusspray. Dus dat is wel bijna één punt met de neusspray, dus dat is wel wat. Hè? Maar we hebben een hele lange lijst met medicatie die ook invloed hebben op het lichaam. Dus we hebben antipsychotica, antidepressiva, corticosteroïden hebben we net genoemd. Over die maagbeschermers bijvoorbeeld. Hoe vaak gaan mensen maagbeschermers gebruiken? We weten ook dat obesitas gepaard gaat met maagklachten. Dus moet je dat wel precies gebruiken of heb je niet invloed met je eetpatroon om dat te veranderen? Vaak wordt gezegd, je hebt maagzuur, neem maar een maagbeschermer. Maar als je wel alcohol drinkt en als je rookt en de koffie gebruikt, dat is een beetje cliché dit op zich, maar als je dit verandert, dan heb je misschien minder last van maagzuur. En er zijn producten die ook maagzuur met je gaan triggeren. Tomaten, kaas, melkproducten, dat zijn dingen die ook invloed kunnen hebben. Dus ze altijd gewoon niet zomaar medicatie gebruiken, maar dat ook bespreken. En we hebben ook, ik zie het u niet staan, volgens mij wel of niet meer, maar ik ga het anders even noemen, die beta-blokken voor KZL-patiënten. Nou, metoprolol, heel vaak hebben patiënten gewoon een beta-blokken omdat ze hartklachten, hartproblemen hebben. Nou, we weten dat bepaalde beta-blokken gewoon meer invloed hebben op het lichaam, op het gewicht, dan andere beta-blokken. Dus altijd kijken met de specialist of de behandelaar, heb je dat precies nodig en heb je niet een andere alternatief? Dus we hebben een hoop genoemd hier nu van een aantal factoren die wel een rol spelen. En ik heb een laatste, is bruin vet. En bruin vet wordt steeds meer bekend gelukkig. En bruin vet, het is gewoon vet. Alleen het voordeel van bruin vet, bevat heel veel mitochondriën. Mitochondriën zijn kleine fabrieken die
energie moeten maken, ATP moeten maken. Nou, bekend denk ik bij iedereen hier. Met andere woorden, het verandert, dus het is een beeld van een slank, gezond BMI, iemand met overgewicht. Dus die zwarte vlekjes, dat is bruin vet die te zien is. Dus meestal het is boven de sleutelbeen, bosbeen, in de nek, ook langs de rugmerg, zeg maar, dat zien we vaak. Heel wel aanwezig bij kinderen of pasgeboren. In de loop van de jaren dus steeds minder. En bij patiënten, dus dat is weer een verhaal. Van, ja, zijn ze te zwaar omdat er weinig vet is, of bruin vet is? Of is er weinig bruin vet omdat ze te zwaar zijn? Maar we zien wel dat met mensen met obesitas dat bruin vet minder aanwezig is. En bruin vet, dus ik wil net vertellen, dat is vet die gaat energie gebruiken om warmte te maken. Dus we worden warm door het trillen, dus de shivering thermogenesis, hoe noemen we dat? Dat gewoon spieren gaat als je aanspannen, maken we gewoon warmte. Maar we maken ook warmte dan bruine vet. En gelukkig, we hebben wel invloed op bruine vet. We kunnen het wel stimuleren. Dus het is in de kou. Dus we zitten steeds meer nu in verwarme auto's, airco's aan, dikke jassen zitten buiten koud is, enzovoort enzovoort. Wel altijd beschermd, maar kou gaat juist de bruine vet stimuleren. Ik heb vaak ouders die zeggen, maar ja, mijn kind wordt ziek als ik hem laat buiten spelen in de kou. Ja, want kou wordt er niet ziek van, want een virus wel. Dus als je koud buiten aan het spelen bent, dan je wordt niet ziek. Je bent maar koud, dat is misschien niet prettig, maar dat is het. Dus als je thuis bent, even, zeker nu met de situatie, we gaan geen politica vandaag doen, maar even de thermometer een beetje in gaat laden zetten. Dan ga je minder gebruiken qua energie. Dus het is altijd goed voor je portemonnee. Maar het is ook goed omdat je ook jezelf gaat stimuleren. En dan dat heeft wel effect. En nu zie je nog een bel van een paprika of een peper. In paprika zit die rode peper, zeg maar. Zit capsaïcine. Dat is een stofje. Dat maakt het peper juist heet. Je wordt het lekker of niet. Maar ik niet persoonlijk. Maar je gaat je ook het breinvet stimuleren. Er zijn ook studies geweest waar mensen, en je kan het ook hier in Nederland gewoon online kopen of bij drogisten, gewoon capsules met capsaïcine. En dan neem je 2 capsules per dag en dan ga je breinvet stimuleren en dan zorg je dat je een paar procent van je gewicht gaat verliezen. Wel belangrijk om te melden, want diegenen die dat willen doen, je kan het gewoon rauw eten, maar dan krijg je gewoon heet gevoel in je mond. Dus met de capsules heb je dat niet. De capsule gaat wel in je maag open, dus dan kun je gewoon maagzuurklachten of gewoon voelen dat het een beetje brandt. En dan, die peper moet ook eruit. Dus dan kun je ook andere problemen hebben later op de wc. Dus het is op eigen risico, zeg ik altijd. Dus dat is waarom nu een beetje, een beetje een overzicht van wat meespeelt met obesitas. En dat is niet simpel, maar je eet te veel en je beweegt te weinig. Het is complexer dan dat. We moeten de patiënt in een geheel nemen. En alle aspecten van dit probleem gewoon altijd bespreken met de patiënten. Want het is vaak gewoon een paar aanpassingen die we doen, die wel een groot verschil maken in het dagelijkse leven. We'll be right back.